Lewis Hamilton verwacht dat Red Bull Racing volgend jaar een grotere bedreiging zal gaan vormen nu de Oostenrijkse formatie Sergio Perez heeft aangesteld. Het wordt een interessant gevecht tussen hem en Max. Het hoge woord is er inmiddels uit. Sergio Perez neemt komend seizoen plaats naast Max Verstappen. Dat maakte Red Bull Racing na weken van speculatie afgelopen vrijdag bekend. Dit gaat ten koste van Alexander Albon. De Britse Thai kende een nogal lastig seizoen en moet voor 2021 genoegen nemen met de rol van reservecoureur. Hij blijft volgens teambaas Christian Horner wel een belangrijk onderdeel van de Red Bull Racing familie. Met alle respect voor Alex, in de races die we hebben gehad was het ik en Valtteri tegen Max. Ik heb in de positie gezeten waarin Max nu zit. Bij McLaren was ik de leidende auto en deed de tweede auto niet mee aan het gevecht. Ferrari kon hierdoor veel meer heen en weer bewegen met de strategie toen we tegen ze aan het vechten waren. Wat het veel moeilijker maakte voor ons. Zo citeert Sky Sports F1. De 35-jarige Mercedes-coureur vervolgt: ik denk dat dit Red Bull Racing sterker maakt. Helemaal gezien de manier waarop Sergio presteert. Sergio heeft dit jaar fantastisch gereden en verdient een zitje. Dus ik was erg blij toen ik hoorde dat hij door een van de topteams was opgepikt en deze kans krijgt. Het wordt interessant om hem tegen Max op te zien nemen. Dat gaat het moeilijker maken voor ons als team. En de start van het Formule E-seizoen is uitgesteld, zo laat de organisatie via social media weten. Een officiële reden wordt vooralsnog niet gegeven, maar het is zeer aannemelijk dat dit te maken heeft met de huidige pandemie. Na overleg met de gemeente Santiago is besloten dat de Santiago E-Prix wordt uitgesteld. De races zullen niet meer langer als doubleheader op 16 en 17 januari plaats gaan vinden. Zo begint het officiële statement van de Formule E. Tevens vermelden ze ook in de verklaring dat de organisatie samen met de stad Santiago in gesprek is om een nieuwe datum te vinden. De bedoeling is vooralsnog dat de races wel in het eerste kwartaal van 2021 gehouden gaan worden. En goed, dat was hem dan. De GP Fans nieuws special van woensdag 23 december. Vond je dit nou een leuke video? Laat het dan even weten in de comments hieronder. En vergeet je ook zeker niet te abonneren op dit kanaal. Hoi!